Leuk dat je kijkt of luistert naar Mokkerok's podcast. Vandaag gaan we het hebben over implementaties in Scandinavië. Mijn naam is Rob Postma, ik ben oprichter van Mokkerok's en bij ons zit Oscar Floor. En Oscar Floor is betrokken bij Mokkerok's in Norix, eigenlijk alle Scandinavische landen. Kun je iets zeggen over het verschil in de manier van contract management in de Noorse landen, in Scandinavische landen ten opzichte van de Nederlandse landen bijvoorbeeld? Ik denk dat het de behoefte aan een systeem voor contractsbeheer is ongeveer hetzelfde in de Nordix als in Nederland. Ik denk wel dat de bedrijven in het algemeen iets kleiner zijn, maar de behoefte is gewoon hetzelfde in de Noordikse markt. Je bent belast onder andere met ook implementaties en dat soort zaken bij klanten in de Scandinavië. Dat klopt. Hoe gaat dan zo'n implementatie in zijn werk dan? Als een klant zegt van goh, ik wil graag Mokkerok's gebruiken, hoe gaat het in Noorwegen? Hoe werkt dat? Nou, in het algemeen dan hebben we dus twee keuzes voor de klant. De ene is dat de klant het systeem zelf op kan zetten en het andere is dat wij hun erbij kunnen helpen. Maar de meeste klanten die kiezen toch voor om het systeem zelf op te zetten. Want dat is eigenlijk heel logisch, want de klant kent hun eigen contracten. Dus ze kunnen het zelf het beste doen. En als we dat eenmaal besloten hebben van een van deze twee paden op te gaan, dan is het natuurlijk ons model geweldig sterk. Want Noorwegen is een groot land. Als je kijkt bijvoorbeeld de afstand van Oslo naar het noorden, is even ver als van Oslo naar Rome. Wauw. En als je dus als implementateur met het vliegtuig naar de klant moet elke keer, ja, dan kom je gauw tegen je grenzen aan. Dus wij doen de implementatie via Skype. Oh, perfect. Hoe gaat het dan zijn werk? Betekent dus dat dan zo'n klant, zeg maar, inbeeld en dat je samen met die klant door de applicatie heen gaat? Of hoe moet ik het voorstellen? Ja, dat klopt. We maken een afspraak en dan zit de klant vaak met een klein groepje rond de tafel. En dan nemen we het systeem door. Nou ja, de opleiding van Mokkerok's als systeem, dat zeg ik tegen de klant, van, daar doen we 3 minuten over. En dat is natuurlijk een beetje op de spits gedreven. Want het systeem is zo eenvoudig. De klant begrijpt heel snel hoe het in elkaar zit. Dus daar hoef je weinig tijd aan te besteden. En dan ga je dus verder op, hoe ga je het systeem nou invullen met de data uit de contracten. Ja. En dat gaan we dan samen doornemen. En van tevoren hebben we dan vaak met de klant afgesproken dat ze bepaalde contracten voorbereiden. Dus we zitten met een paar contractensoorten op tafel. En dan zeg je van nou, dan gaan we dat contract bekijken. En wat halen we nou uit het contract en zetten we in het systeem? En dat gaat natuurlijk vaak over de einddatum en over onze verplichtingen. De verplichtingen van de andere contractspartner. En dan laat je dus zien hoe je dat in het systeem zet. En als zo'n klant dan contact zoekt met Mokkerok's in de Nordics, hè, wat voor aanleiding is er dan voor een klant om contact te zoeken, om contracten te gaan managen? Het is heel vaak een probleem die ze hebben, dat ze het contract niet kunnen vinden of veel tijd besteden om contracten op te zoeken. Dat is een hoofdzaak voor veel klanten. De andere hoofdzaak is dat ze een systeem willen hebben die automatisch voor hun op de verschillende tijdstippen past. Bijvoorbeeld het einddatum van een contract. Mm-hmm. En dat ze dus automatisch een mail krijgen. En dat het systeem erop past dat ze de juiste handeling verrichten op een bepaald moment. Heb je een voorbeeld van een bedrijf in Scandinavië die contact gezocht heeft op een bepaalde richting? Ja, we hebben bijvoorbeeld een bedrijf die heet Inspiria Science Center. Die zit zo'n beetje tussen de opleidingssector in en de museumsector. En die neemt dan contact op. En dat deden ze met het achtergrond van de nieuwe privacywetgeving. Die zeggen van wij moeten onze contracten in beeld brengen. En we moeten de klanten antwoord kunnen geven vanuit die nieuwe wetgeving. En ook het personeel. Dus we moeten zo'n systeem binnenhalen. En dat was hun reden om met ons contact op te nemen. En richten ze dan het systeem helemaal in naar die AVG of die GDPR? Richten ze dan helemaal in op die privacywetgeving? Of? Ja, als een beginsel. Maar toen ze het eenmaal het systeem zagen, dan hebben ze het wel breed aangepakt en gezegd van hé, het systeem heeft natuurlijk veel meer mogelijkheden dan alleen de privacywetgeving oplossen. Zij hebben bijvoorbeeld ook een gedeelte van hun pand waar ze kantoren verhuren. Dus ze hebben huurovereenkomsten.
Ja, en dat was natuurlijk vanzelfsprekend, dat moet erin komen. Dus ze hebben dus eigenlijk breder aangepakt dan alleen maar hun eerdere scope, zeg maar. Dat klopt. Ja, het is eigenlijk, als ik het zo beluister, niet zo heel veel verschil met Nederland. Ook hier zie je dat vaak er een aanleiding is om op zoek te gaan naar een contract management systeem. En zodra ze dan in aanraking komen met Mockadox en met de specialisten erachter, dan ja, krijg je vaak wel weer die flow van, goh, je kunt er dus veel meer mee. En dan kom je vaak in zo'n kick-off, in zo'n virtuele sessie, ga je dat weer naar voren halen. Dus jij zegt eigenlijk hetzelfde. Dus ze komen binnen op een bepaald onderwerp, daar hebben ze een groot probleem mee, of het is actueel. En vervolgens zien ze, omdat dat actueel is, dat ze ook eigenlijk hun andere contracten er ook mee kunnen managen. Correct? Ja, heel klopt. Dat klopt. Ze zien ook vaak heel snel het nut in van zo'n systeem. Want als je eenmaal de dingen erin hebt staan en een klein poosje later, dan krijg je de eerste e-mails eruit van, hé, je moet daar en daar oppassen. Dan krijgen ze ook weer een bevestiging dat het systeem werkt. En het systeem past erop dat ik op het juiste moment de juiste handelingen verricht. Dus je krijgt eigenlijk heel snel als klant dus een feedback van, we hebben het juiste besluit genomen om het systeem aan te schaffen. Top. En je doet alles in het Noors, neem ik aan? Ja, het systeem is vertaald in het Noors. En ik ben oorspronkelijk Nederlander. Ik woon al bijna 30 jaar in Noorwegen. En ik spreek ook de Noorse taal, dus ik doe alles in het Noors. En dat helpt natuurlijk bij de klant. Kijk, in Noorwegen is Engels ook natuurlijk wel een grote tweede taal. Mm-hmm. Die heel gebruikelijk is ook in veel en vooral ook de grotere bedrijven. Maar ja, als je de klant in het Noors kan benaderen, is dat vaak een heel groot voordeel. Kijk aan. Dankjewel voor de sessie. En ja, leuk dat je geluisterd hebt en gekeken hebt naar de podcast van Mockadox over Mockadox in de Nordics. Dankjewel, Oscar Floor. En graag tot de volgende keer.